Oh. Eurokijkers, ik zag jullie daar niet. Welkom bij de Gameduif. Het elegantste programma op de website genaamd YouTube. Vandaag bespreken we weer een paar voorwerpen genaamd reacties die mensen kunnen achterlaten op bepaald soort voorwerp, bepaald soort iets genaamd video's. Wat video's zijn? Video's zijn een paar bewegende foto's bij elkaar dat heel snel achter elkaar wordt afgespeeld. Nou, bedankt voor uw aandacht. Dit was het einde. Goedenacht. Nou, YOLO Duif, welkom bij de Game Duif. Weet niet wie die gozer was. Hint. Ik was het. Had je niet gezien, hè? Nee. Ik dacht zelf ook dat het iemand anders was. Ik was zo goed in acteren. Maar goed, nou, YOLO Duif, welkom bij de Game Duif inderdaad. Ik ben een week weg geweest. En ik heb daar geen reden voor, geintje. Ik was dus heel druk met school. Heel druk met school. Ik had een project, ik had dit, ik had dat, ik had bam bam bam. En ik had pirapap en ik had parlapap. Maar goed, ik ga even iets anders doen. Ik ga niet dit keer van volgende reactie doen. Nee, ik wil het een beetje snel doen. En ik ga gewoon de reactie zeggen. Zo'n beetje zoals het bruh. Dat zegt Tom Landman. Bruh. Ha, jij dacht dat ik de zin af ging maken, hè? Jij dacht dat ik de zin net ging afmaken. Oh! Oh, 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 oh. Ja, koeien en duiven zijn een slechte combinatie. Hij wordt vast lastig vliegen met zo'n kop. Heb je eigenlijk wel duivenvoer? Nee. Nee, oké, waarom kijk ik hier naar? Ik heb geen horloge. In de vorige video zei ik van, oh ja, ik moet oefenen van mijn vader van duidelijk en langzaam praten. Maar daar hou ik niet van. Ik ben niet veel te energiek. Maar in de vorige video zei ik van, vroeg iemand van, wat zou je vinden van een duif en een koe gecombineerd? Want je haat koeien en je houdt van duiven. Ja, hij daar best gelijk. Het is moeilijk vliegen. Maar, oh ja, ik heb ook gezegd dat ik misschien een duifvoer-challenge ging doen. Ik ben een beetje, ik weet niet zeker of ik het nu wel ga doen. Maar, ik heb geen duifvoer, nee. Er bestaat zoiets als dierenwinkel waar je duivenvoer kan halen. Maar, ik ga het misschien wel doen. Oké. Ik ging bijna weer doen, jongens. Ik ging mijn ding bijna weer doen. Nou, zieke video! Ja. Hé, wat een zieke video is. Dan moet hij naar de dokter, want dit is duidelijk een zieke video. Man, oh man, oh man. Zielig, zielig. Je gaat echt heel goed en je verdient het. Ah, ik vind deze reacties leuk. Ik vind deze reactie ook gewoon fijn. Als ik het verdien... Maar we moeten even goed, Maar ja, ik vind het gewoon aardig. Dankjewel, man. Donut. De beste reactie die ik tot nu toe ooit in mijn leven heb gezien. Donut. Je kan duidelijk zien dat Forever Malik een diepe geest heeft. Een diepe geest. En zomaar met het woord donut komen, dat is toch bijna voor mij nog nooit gebeurd. Man. Applaus. Klote lucht! Stomme rotlucht! Ik vertrouw nog steeds niet bij Minecraft. Ga je ooit een duif kopen? Nee. Om twee redenen. Ik weet niet zeker of het wel mijn moeder mag. En duiven poepen overal. Ik weet niet zeker, maar mijn soort poept echt overal. Spijt me. Is dit een reactie? 9. Oh mijn god. Het is een reactie. Bam. Welke voetbalclub ben je? Ik ben voor geen voetbalclub. Ik speel geen voetbal. Ik hou niet van voetbal. Gewoon puur omdat ik voetbal niet snap. Ik snap niet van... Oh jee, je mag op een bal trappen. Wat gezellig, jongens. Jee. Ik weet dat ik hier echt dislikes voor krijg. Oh, maakt niet uit. Maakt niet uit. Jouw broer is echt super sexy. En ik dan? Nice video. Bedankt, man. Betekent veel voor mij. Gelukkige verjaardag, gelukkige verjaardag, gelukkige verjaardag. Ik hou heel veel van taart. Ja, dat had blijkbaar Don't Click Me TV. Hij heet dus ook Don't Click Me. En ik had dus inderdaad 100. Ik kon geen betere titel verzinnen. Dat is trouwens wel de letterlijke titel, hè. 100, ik kon geen betere titel verzinnen. I understand nothing. Well, if you don't understand my videos, just don't watch them. I don't know why are you watching my video anyway? Because I'm Dutch, you're probably English or American, I don't know, Australian. Nou, dat was het weer voor deze video. Was een korte video, weet ik. Maar 10 minuten ongeveer. Geen idee wat je kort noemt. Of geen idee hoeveel minuten eigenlijk. Maar dit keer heb ik wat anders gedaan. Ik vind deze techniek eigenlijk best wel fijn. Ik ga denk ik wat vaker doen. Nou, hopelijk heb je veel genoten van mijn video. Als je genoten hebt, laat een like achter. Doe gewoon wat je wil. Laat een like achter. En ja, hoe zeg ik dit? Het spijt mij van de week en upload. Ik was inderdaad heel druk. Ik kan nog één ding zeggen. En dat is natuurlijk niet te doen. Maar als je bijvoorbeeld dat ik iets wil doen. Ik doe het met liefde. Bijvoorbeeld doe dit of doe dat. Dat lijkt me best geinig. Dat lijkt me geinig. Ja, dat lijkt me geinig. Of, oh nee, doe de volgende keer. Vraag het de volgende keer of ik een imitatie wil doen. Ik hou van imitaties. Wat is er? Eten. Stoor me niet. Mijn broer die komt... Wat ben je daar? Dit is YouTube. Ja, broer gebruikt niet meer zo'n vroeger daar. Toppie. Nou jongens, dit was het weer. Hopelijk heb je genoten. En ik kan dan natuurlijk nog één ding zeggen. En dat is toedeloe.